Voor de feesten heb ik voor jullie een verrassend vegetarisch receptje. Heel gemakkelijk om klaar te maken. Je kunt het ook de dag voordien klaarmaken. En dat is de butternut Wellington. We gaan die mooi schillen. Een blokje erin doen. Natuurlijk, de gaartijd die gaat afhangen van de dikte van je butternut. Die gaan we toch een kleine 20 minuutjes garen. Nu mijn butternut geschild is, ga ik eerst eens meten en zien of dat ik die daar wel in krijg volledig. Dus het is een beetje nipt. Wat ga ik doen? Ik ga een uiteinde hier afsnijden. Dus ik ga gewoon vooral aan deze kant het stuk eraf snijden. En aan dit stuk gewoon dit kleine deeltje. We gaan echt het mes erin steken. Zo. En dan gewoon één beweging. Voilà, we zijn er. Nu gaan we dit hier leegmaken. We kunnen dat doen met een klein mesje en met een lepel. We gaan het een beetje losmaken met een mes. En dan gaan we dat uithollen met de lepel. Ik ga intussen verder gaan met de bereiding voor mijn sausje, champignonsausje en voor mijn slaatje. Dus zoals jullie zien, er is heel wat aarde aan. Ik ga dat echt gewoon zo afsnijden. En als er nog een beetje aarde is, neem ik gewoon een beetje keukenpapier dat vochtig is en dan haal ik het er zo af. Dus we gaan de champignonsjes in schijfjes snijden. De grotere snij ik in twee. Voilà. Maak daar schijfjes van. Niet te dun, niet te dik. Even checken nu hoe ver het staat met mijn butternut. Voilà. Ik begin er stilletjes aan kunnen in te prikken. Nu ga ik het wel een beetje kantelen. Zodanig dat het aan de andere kant ook mee kan garen. Ik ga ondertussen mijn ui versnijden. Altijd dit stukje eerst eraf halen en dan begin je te pellen. Je laat dit er nog even aan. Het is een gemakkelijk trucje om achteraf je ui te kunnen pellen. Dan snij ik die doormidden en nu gaan we gewoon ringetjes maken. Fijne ringetjes, want het is voor een salade. De pompoen is afgegoten en nu gaan we die mooi laten afkoelen voordat we die gaan vullen. En dan moet ik alleen nog maar mijn abrikoosjes versnijden in reepjes voor de salade. Nu dat de butternut afgekoeld is, gaan we die verder uithollen. Zoals je ziet, hier heb je al een holte, maar we moeten zo'n diepere groef maken. Dus ik ga gewoon een beetje met mijn mes aanduiden wat ik exact ga uithollen. En we gaan tot ongeveer een centimeter. Ik ga dat al een beetje voorsnijden om het zo een beetje op te breken. Dus we gaan gewoon met de lepel erin gaan zo en dat eruit schrapen. Dan doen we dat weg in een potje en dan gaan we die vullen uiteraard met onze linzen. Ik ga mijn butternut afkruiden met peper en zout. We doen hetzelfde met onze linzen. En ik ga daar ook nog een klein beetje komijn aan toevoegen. Dan gaan we die mengen. En dan gaan we dat vullen. Ik begin met die holtes goed te vullen. Voilà. En dan rest ons nog één taak te doen. Dat is elke helft in een lekker pitje verwikkelen van bladerdeeg. Dus de bladerdeeg haal je echt op het laatste moment eruit. Het mag niet op kamertemperatuur zijn. Anders wordt dat heel platjes. We rollen het gewoon uit, op die manier. Zo. Ik ga mijn bakplaat ook al klaarmaken. Zo. Oké. Ik ga dus een helft nemen. Ik leg die daarin. En ik ga dat dichtvouwen. Dus het is een grote butternut. Dus wat ik doe, ik trek heel lichtjes, maar heel voorzichtig ook, het deeg open. Zodat ik er een beetje meer heb. En dat het iets of wat gemakkelijker kan gaan. Zo. En nu gaan we die pompoen inpakken. Gewoon erover gooien. Hè. Gewoon zo op. Heel eenvoudig. Ik heb het nu dichtgemaakt. Ik ga daar kleine inkepingen in doen. Waarom? De stoom moet er kunnen uitgaan. En de laatste fase is het instrijken met een beetje eigeel. Dus ik ga een eitje nemen. Ik heb alleen de dooier nodig. We gaan dat lichtjes opkloppen met een heel klein beetje water. Dat strijkt gemakkelijker uit. Dus ik doe daar een paar druppeltjes water bij. Zo. En dan gaan we met ons penseel dat gewoon mooi instrijken. Dan hebben we een mooie kleur achteraf als het uit de oven komt. De enige tip die ik dan zou geven is, bak het niet helemaal gaar of goudbruin. Gewoon
Zodanig dat je de dag zelf, als je het gaat opdienen, dat je het gewoon nog een tiental minuutjes in de oven moet steken voor de afwerking. Voilà, we gaan het er gewoon voorzichtig op leggen. Zo. Voilà. Nu ga ik het tweede deel erop leggen. En dan gaan we dat in de oven steken. Een 20, 25-tal minuten. Terwijl de butter net in de oven staat, ga ik ondertussen de saus maken. Dus ik ga eerst een beetje boter laten smelten. We gaan daar toch zeker 2 eetlepels boter bij doen. Voilà. Zo. We gaan dit laten smelten. En dan gaan we onze champignonsjes erbij doen. We gaan peper en zout bij doen. En een beetje tijm. Van zodra dat het aangebakken en gekleurd is, gaan we de room bij doen. Een beetje mengen en een 5-tal minuutjes laten inkoken. We gaan nu het slaatje klaarmaken. Ik ga de olijfolie erbij nemen. We gaan eerst het vinaigretje klaarmaken in de slakom. Dus met olijfolie en een beetje rode wijnazijn. Verhouding 2 op 1 ongeveer. Let op de hoeveelheid. We gaan er 4 lepeltjes in doen. Zo. En dan gaan we de azijn er ook meteen bij doen. 2 lepeltjes. Zo. Hier mag je ook al onmiddellijk peper en zout bij doen. We gaan dat mengen. En dan ga ik daar gewoon de sla bij doen. De sla zijn, dat is jonge spinazie die we erbij doen. Daar komt een beetje rode ui bij. Doe dat in laagjes. Doe er ook een beetje abrikoosjes bij. En dan gaan we daar ook een beetje amandelschilfers bij doen. Ik heb die licht geroosterd op voorhand, dat oogt mooier. En dat heeft ook zo'n lekkere, geeft een lekkere krokante smaak. Dan gaan we dat gewoon mengen. Zo. En uiteindelijk is alles klaar. Onze pompoen is bijna helemaal klaar. De champignonsaus is ook klaar. Slaatje is klaar. Dus rest ons nog 1 ding te doen. Dat is dresseren straks. Onze butternut is klaar. Oké, die komt mooi mee. En we gaan deze aansnijden. Ik snijd deze in het midden. Die is heel mooi gegaard. En we gaan er mooie sneetjes van maken. We kunnen 2 sneetjes per persoon op bord leggen. En hier heb je zeker genoeg voor 5 porties per halve butternut. Dus je kan er echt een groot gezin plezier mee doen. Of de buren, of de vrienden. We gaan dat mooi dresseren op het bord. We werken het af. Het bordje is klaar.